De participatiewet is totaal niet in acht genomen en bewoners voelen zich, ondanks dat zij inspraken tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag, niet gehoord. Dat is wat bewoners zeggen na afloop van de commissievergadering over het plaatsen van de 92 flexwoningen in Schiedam. Dat hebben zij niet gedaan. Miranda de Koster uit Groenhoort was een van de vijf insprekers. Ik spreek hier namens een grote groep bewoners die in de vakantie aangesproken zijn op het feit met een verhaal van uw volwassen kinderen gaan hier een woning krijgen. En dat is niet zo. Dat klinkt nu heel mooi, maar ze moeten maar net al ingeschreven staan en bekend zijn bij WoonPlus om dat voor, ja, ook echt voor die woning in aanmerking te komen. Ja, als je dan nagaat dat na de vakantie vrij snel die inloopavonden waren, wat heel chaotisch was, waar de projectleider stond, die niet eens wist over welke locatie dat er gesproken werd, dan denk ik, waar ben je dan mee bezig? Dan kan je hier niet zomaar zeggen, die participatiewet hebben wij goed aangepast. Dat is niet zo. Een van de vragen die dinsdagavond gesteld werd, was de vraag welke plekken er afgekeurd zijn. Het zou gaan om 15 andere plekken die tot een optie behoorden. Ja, dat zouden wij ook wel eens willen weten. Want ik kan ook zelf nog wel een paar plekken opnoemen dat ik denk van nou, misschien moet je ze daar neerzetten. Nou ja, dat is ons probleem ook. Wij vinden het ook bijzonder dat het college pas op verzoek van onder andere GroenLinks dan komt met die lijst. Want wij vinden wel dat mensen duidelijk moeten hebben waarom er wordt gekozen voor een tijdelijke aantal woningen in hun achtertuin. En waarom niet in een andere buurt dan de hunne. En dat begrijp ik en dat moeten wij ook kunnen afwegen als gemeenteraad. En ik ga echt niet zeggen dat wij dan zeggen, nou dan zijn er andere plekken in de stad die beter zijn. Want wij hebben echt wel vertrouwen dat het college dat wel overwogen gedaan heeft. Alleen het is niet helder, het is niet duidelijk. En die duidelijkheid moet je op tijd hebben. Ja, en of dat volgende week dinsdag dan op tijd is, ja, dan moet de raad dan ook maar een oordeel over vellen. Ik vind het vrij snel allemaal. Veel omwonenden maken zich zorgen over de mensen die komen te wonen in de woningen aan de Simon Rijnbenderstraat, Borodinlaan en Zoomweg. Vooral de laatste twee locaties, daarover zijn veel vragen. Zeker met de weet dat er de laatste paar maanden veel onrust is op bijvoorbeeld het Geuzeplein. Laten we zeggen dat daar statushouders komen. Als die daar komen, die staan al met 2-0 achter. Ieder afwijkend ding, alles, elk punt wat op veiligheid te maken komt, zal bij hun in de schoen nog geschoven worden. Veiligheid en wonen zijn twee losse dingen, maar die hebben wel degelijk heel veel invloed op elkaar. D66 is voor de plaatsing van de flexwoningen, maar geeft wel aan het belangrijk te vinden dat er vinger aan de pols gehouden wordt. Is er nou bovenop wat we normaal kunnen doen nog een extra stap die we kunnen zetten om zodra die woningen er zijn, zodra ze er staan, gedurende die jaren erna een vinger aan de pols te houden om samen met de gemeente, samen met WoonPlus, samen ook met bewoners op een georganiseerde, frequente manier in de gaten te houden. Hoe pakt dit uit? Moeten we bijsturen? En daarmee daar invulling aan te geven. Juist na plaatsing. De wethouder heeft dit uiteindelijk toegezegd. Volgende week dinsdag 8 oktober staan de flexwoningen als bespreekstuk op de agenda. Dan wordt besloten of de flexwoningen er wel of niet komen. Als ik realistisch ben, dan wordt er nog even over gesproken en gedebatteerd. En ja, zal merendeels voorstemmen. VVD is de grootste partij. Het is een motie van de VVD, dus hij gaat het gewoon halen. En het worden gewoon die drie plekken.